Hey boogschutter, welkom bij Pure Tarot. Mijn naam is Esmeralda en ik kom vandaag jullie reading doen voor de maand april. Er zijn heel veel reacties geweest om de sterrenbeeldreadingen toch niet te laten vallen. Dus bij deze zijn we terug. Nu natuurlijk met de collectieve readings. Dit gaat niet wekelijks gebeuren. Ik ga dit alleen maar doen puur intuïtief als ik voel dat het echt nodig is. Ik wou dat dan een keer laten weten. We gaan een keer kijken wat er belangrijk is op dit moment voor de boogschutter. Voor de maand april. Zien wat er mag uitkomen. Vandaag is Mercurius retrograde. Planeet van communicatie, denken. Dus het zou wel een keer kunnen dat ik weer al over mijn woorden zal struiken. So bear with me. We gaan even kijken wat er belangrijk is op dit moment voor het collectief, de boogschutters. Begin. Oké, boogschutter. Het kan zijn dat er iemand zich heeft teruggetrokken. Als dat niet zo is, dan is dat iemand die heel veel aan het nadenken is, alles op een rijtje aan het zetten is, want deze persoon staat stil. Dit is iemand die zeer volhardend is, betrouwbaar is, maar die op dit moment stilstaat, die wel de stabiliteit wilt delen, maar de eerste stap niet gaat zetten. Er is wel geld die naar je toe gaat komen. Er ligt hier wel een start van een nieuwe relatie of een start van iets nieuws dat succesvol is. Er is iets vanuit het verleden dat niet losgelaten is. Het kan zijn dat er iemand energetisch zich nog vastklampt aan u. Dat er toch iemand spijt heeft, verdrietig is, nog een beetje treurt en die op de een of andere manier wel een verzoening wilt, maar op dit moment alles aan het overwegen is, nadenken, me-time nemen. Het kan zijn dat het eventjes een time-out is tussen jullie, maar het zou wel een keer kunnen dat deze persoon gaat terugkomen, maar het gaat geen rappen zijn. Het is iemand die echt stilstaat en die uiteindelijk alles op een rijtje aan het zetten is. Maar het zou kunnen boogschutter dat jij misschien actie gaat ondernemen, maar ik zou geen overhaaste beslissingen maken. Ik zou misschien ook alles op een rijtje zetten. Ook een keer goed nadenken. Want energetisch denken jullie eigenlijk nog aan elkaar. Voor sommigen onder jullie kan het een nieuwe relatie zijn. Een nieuw pad dat open gaat gaan. Maar ik ga clarifyen. En we gaan kijken wat er meer mag uitkomen. Misschien heb je te maken met een schorpioen of een aardeteken. Stier, maagd, steenbok, hoeft natuurlijk niet. Maar we gaan even kijken. Ja, dit is iemand die zich wilt excuseren, de liefde wilt uiten. Heel sterk schorpioen-energie. Die persoon heeft je nog niet losgelaten. Deze persoon heeft echt spijt, verdriet. Denk nog veel te veel terug naar jullie connectie. Dit is iemand die vanuit een intuïtieve manier contact gaat opnemen en uiteindelijk een lange, vaste, stabiele relatie wilt aangaan. Dit is iemand die daar om treurt. Gevoel hebben van, ik heb gefaald. Dat is iemand die constant denkt aan het verleden. En het kan niet losgelaten worden. Maar ik heb wel het gevoel dat deze persoon emotioneel wel wat onvolwassen is. Maar toch een boodschap gaat brengen. Het kan zijn dat deze persoon werkt aan de schaduwkant. En dat deze persoon verslavingen heeft, obsessie heeft, trauma's zit. Ongeheelde wonden die nog niet zijn verwerkt. Misschien heel erg jaloers is. Het kan. Maar het is een soulmate-connectie. Maar de opties worden eigenlijk opengelaten. Dus deze persoon kan op dit moment in een illusie zitten. En vraagt zich dingen af.
kan hier iets niet losgelaten worden en wilt eigenlijk een boodschap brengen. Vrij klein hoor, het gaat niet groot zijn. Het kan misschien wel op een oppervlakkige manier zijn eigenlijk. Ga hem een keer kijken. Het kan zijn dat je een vaste, lange, stabiele relatie hebt gehad met deze persoon, waarvan er nu een time-out is, een break. Rust die wordt ingelast, maar je gaat deze persoon sowieso horen. Dit is iemand die eigenlijk de vaste connectie die jullie hebben gehad, niet heeft losgelaten. Het wordt daar veel te veel op nagedacht, op getreurd, verdriet. Dus shit. Wiens energie zal het zijn? Ik heb wel het gevoel, boogschutter, dat jij wel in je kracht staat. Je bent zelfzeker. Je bent doelbewust. Maar er is iemand die echt het gevoel heeft van shit, ik heb echt gefaald. Het kan zijn dat er een derde partij mee gemoeid was. Een andere persoon hoeft niet romantisch te zijn. Dat kan puur vriendschappelijk zijn. Een collega, een familielid. Maar voor sommigen onder jullie kan het misschien een romantische partij geweest zijn. Misschien was het een tweeling die tussen jullie stond. Maar deze persoon is echt heel nieuwsgierig. Het kan zijn dat deze persoon nog steeds een oogskin heeft op u. Dat die persoon nog steeds interesse heeft in u. Maar deze persoon heeft een afwachtende houding. Deze persoon is eigenlijk aan het wachten. Het staat stil op dit moment. En out of the blue gaan er onverwachte berichten komen. Uw persoon zal komen communiceren, rushing in very quick. Maar dit is iemand die heel graag controle vasthoudt. Dit is iemand die heel graag de macht heeft over u, omdat die persoon zich opwindt. Maar deze persoon gaat hier uiteindelijk wel een cyclus voltooien. Dit is iemand die eigenlijk een levensles gaat moeten leren. Dus de cyclus gaat wel volbracht worden. Dus er kan wel een hoofdstuk afgesloten worden. Maar jullie liefdesleven is op dit moment geblokkeerd. Er is iemand die op dit moment in een bepaald gebied bevroren zit. Er is geen balans. Er is te veel ruimte tussen het oud en het nieuw eigenlijk. Dus het kan zijn dat er hier te maken heeft gehad met deception, bedrog, seksverslaving. Iemand die niet te vertrouwen was. En dit is waar deze persoon spijt om heeft. En op de een of andere manier is dat iemand die uiteindelijk iets wil samenwerken. Het kan een steenbok zijn, hoeft natuurlijk niet. Het kan een tweeling zijn waar je mee te maken hebt gehad. Mocht er een derde partij zijn geweest met het bedrog wat ik u daarnet hebt gezien, kan het misschien een aardeschorpioen, een tweeling geweest zijn. Het is niet zo belangrijk, die sterrenbeeldtekens eigenlijk. Het gaat om de energie natuurlijk. Hè? Maar dit is iemand die gaat terugkomen. Iemand die eigenlijk verkeerd is geweest naar u toe. Boogschutter. Iemand die seks heeft gehad met iemand anders. Voor anderen onder jullie kan het gewoon een familielid zijn. Hoef je de deception van het seks gewoon te negeren. Je gaat het zelf wel aanvoelen als het voor u is of niet. We gaan een keer verder kijken voor de boogschutter. Kijk, deze kaart valt hier. Voor mij is een gevoel dat dit boodschap nog steeds op deze rij valt. Dit is iemand die emotioneel niet open staat. Oké, ik heb wel ook een ander gevoel. Mocht er toch bedrog geweest zijn op seksgebied dan, maar zal ik zeggen. Dan, deze persoon heeft echt verdriet, spijt. Het is net alsof deze persoon een torenmoment heeft gekregen en wakker is geworden van shit, wat heb ik eigenlijk gedaan? Fuck this shit. Wat heb ik gedaan? Ik ben zo verkeerd geweest. En dat deze persoon deze rugzak gaat loslaten. Dus deze persoon is daarmee bezig om alles wat voor hem niet meer resoneert op emotioneel vlak, is deze persoon daarmee bezig om dit los te laten. Want er komt communicatie. Sowieso. Dit is eigenlijk iemand die een commitment wilt. Misschien heb je te maken met een stier. Hoeft natuurlijk niet.
Je gaat een keuze moeten maken. Ik ging zeggen schorpioen. Misschien heb je ergens schorpioen in je chart. Of heb je te maken met een schorpioen. Je gaat een keuze moeten maken. Er is heel veel passie, maar alsjeblieft neem geen broodkruimels. Als deze persoon gaat terugkomen, kan het zijn dat er geen balans is. En dat die persoon broodkruimels gaat geven. Dat die persoon... Kijk, er is ruzie geweest tussen jullie beiden. Er is ruzie geweest, verbale ruzie geweest tussen jullie. En deze persoon maakt hem daar zorgen over. Tweeling, waterman, weegschaalenergie. Want er is passie tussen jullie. Jij wilt uiteindelijk die nieuw passioneel begin. Maar er is stilstand. Er moet hier iets in balans komen. Dus neem geen broodkruimels. Het kan zijn, als deze persoon opnieuw op je pad gaat komen, dat deze persoon grenzen gaat aangeven. Dat is uw spiegel. Dus dat wil zeggen dat jij ook grenzen gaat moeten aangeven. Maar let op, deze persoon zou wel een keer manipulatief of games kunnen praten met u als deze persoon gaat terugkomen. Dat is veel te veel natuurlijk. Ziet manipulatie. Heb je daarnet geen manipulatie gezegd? Ja, mind games, manipulatie, dat is hetzelfde. Deze persoon is gaan lopen, gaat er een zielsverbinding mee en hij is bewust aan het worden. Mocht jij een man zijn die aan het kijken is, verandert de hij naar de zij alsjeblieft. Het kan zijn dat deze persoon op een manipulatieve manier gaat vertellen om alles in balans te brengen. Het kan zijn dat je te maken hebt, voor de mannen die nu aan het kijken zijn, dat je te maken hebt met een blonde vrouw. Want daarnet was de manipulatie een blonde vrouw. Er zijn zoveel kopzorgen. Er zijn discussies geweest, ruzie geweest. Maar niemand heeft gewonnen. Kijk, als die persoon gaat terugkomen, dit is iemand die met geheimen zit. Kijk, voor sommigen onder jullie was er een derde partij. En heb je er geen weet van dat er iets is gebeurd. Dat er iets is gebeurd, maar dat je niet alles weet wat dat er is gebeurd. Dus je hebt wel te maken gehad met iemand die u heeft bedrogen. Nu natuurlijk, het hoeft niet altijd seks te zijn. Ik vind bedriegen in mijn ogen al berichten sturen naar andere personen als die berichten al worden verwijderd. Dat is voor mij al bedriegen. Flirten is in mijn ogen bedriegen. Voor iedereen is dat allemaal een verschil. Maar als je dingen begint weg te steken naar je partner, is het bedriegen. Dat zijn geheimen. Dus deze persoon gaat mindgames beginnen spelen. Gaat beginnen bekvechten. Gaat u misschien willen overwinnen. Op een manipulatieve manier. Want er is een seksuele aantrekkingskracht tussen jullie. Jij staat stil of de andere persoon staat stil. Er liggen hier verslavingen, beperkingen. Iemand zit met trauma's. Maar ik heb wel het gevoel dat jij een keus gaat maken. En jij gaat een keus maken naar een nieuw pad, naar een nieuw avontuur. En dit is iets wat dat, inzichtelijk gaat gebeuren, out of the blue. Dat is eigenlijk een torenmoment die je gaat krijgen. Gaat je een keer een aha-moment krijgen. Gaat u van iets verwezenlijken. Sommigen hebben te maken met een visenergie. Of het bedrog, de deception, is gebeurd in de vissenseizoen. Het kan zijn dat deze persoon manipulatief gaat zijn om te vertellen tegen u, ik wil mutual met u nemen en geven in balans. Nee, jij gaat grenzen moeten aangeven en geen broodkruimels aanvaarden, want er is sowieso passie tussen jullie. Voltooiing. Ja, kijk. Als deze persoon de levenslessen leert wat hier allemaal is gebeurd, want nu op dit moment is deze persoon nog bezig met verslaving, seks, drugs, alcohol, medicatie, roken, wat dat het ook kan zijn, jaloezie, trauma's. Als deze persoon
besef geeft van ik ben hier eigenlijk mind games aan het doen, dat is een proces dat wel een tijdje kan duren natuurlijk, kunnen er hier levenslessen geleerd worden, kan er hier een cyclus volbracht worden en kan er een hoofdstuk afgesloten worden. Dus er moet eigenlijk iets voltooid worden. Het kan zijn dat je te maken hebt met een ram of dit is nu in de ramseizoen bezig, dat deze persoon daarmee bezig is en dat hij dan misschien u gaat willen en die gaan willen vechten voor u om iets in balans te brengen. Als dit is gebeurd bij deze persoon, dan kan hij betrouwbaar zijn. Dus als deze persoon op je pad komt, kijk naar deze persoon en ziet of deze persoon is veranderd. Of deze persoon werkt aan zijn beperkingen dan, problemen, de eigen issues, de eigen schaduwkanten. Ja, friends with benefits. Kijk, deze persoon zou wel een keer kunnen vertellen. Ik heb passie voor u. Ik wil een nieuw begin met u. Alles. Die persoon gaat alles vertellen. Maar dit is iemand die eigenlijk friends with benefits wilt. Omdat er zeer veel seksuele energie rond jullie hangt natuurlijk. Eens deze persoon dit allemaal gaat afsluiten, kan hij betrouwbaar zijn. Het kan ook zijn, als ik het even anders moet gaan invoelen, kan het zijn dat deze persoon ervoor zorgt dat jij stilstaat qua stabiliteit. Maar voor sommigen onder jullie ligt er hier wel een nieuwe liefde. Hier zijn mijn kaarten. Dit is iemand die eigenlijk alleen maar vrienden met je wil zijn. Only sex, nothing more. Vrijheid, geen verantwoording. Want een schildknaap van kelken wil geen relatie. Dat is vrij charmant, vrij flirterig. Houdt van aandacht. Maar kan je niet loslaten. Vreet, hè, als je in zo'n situatie zit. Van mij meer of de aas van pentakels. Het kan zijn dat jij je gaat terugtrekken om alles op een rijtje te zetten wat voor u belangrijk is. Me-time. Je hoofd rust geven, je lichaam rust geven. Vertel mij meer over de aas van pentakels. Er ligt hier een nieuw begin hoor. Stabiel, succesvol. Er komt geld naar u toe. Je held terug gaat groeien. Ach, die persoon houdt u zo in het oog. Dit is iemand die een verzoening wilt. Ja. Deze persoon wilt een verzoening. Ik zie geen volledige verzoening. Tuurlijk wil deze persoon een verzoening. Om dit te kunnen hebben met u. Dus let op. Luister goed naar uw intuïtie. Het gaat een moeilijke zijn, hè, boogschutter. Boogschutters hebben heel veel passie. Zijn vurig. Zeker lichamelijk. Dus het gaat een moeilijke zijn. Dus luister zeker naar je intuïtie. Dit is iemand die je in toog houdt. Waterman, weegschaal, tweeling, energie. Als jij jezelf als prioriteit ziet, ga jij daar de vruchten kunnen van plukken. Maar het kan zijn dat deze persoon sneaky gedrag gaat hebben. Niet altijd eerlijk gaat zijn. Kijk, 5 en 7 zwaarden, voor mij dat is bedrog. Liegen, bedriegen, geheimen, sneaky gedrag. Niet eerlijk zijn, mee van alles wegkomen. En dit is iemand die op een manipulatieve manier u gaat beginnen wijsmaken. Maar we kunnen daar toch de vruchten van plukken. We kunnen toch in onszelf investeren. We kunnen toch iets opbouwen. Omdat deze persoon uiteindelijk een verzoening wilt. Maar ik zie nog geen volledige verzoening. Een verzoening naar vriendschap. Met meer. Wrong time, wrong place. Het is het juiste moment niet. Het is het juiste moment niet, boogschutter. Hou uw passie voor u. Onderdruk dat even. Deze persoon moet eerst iets voltooien. Dan pas. Kan het betrouwbaar zijn. Kijk, maak geen overhaaste beslissingen. Want een boogschutter, als een diene zijn een pijl schiet, dan gaat hij ervoor. Maar doe alles stap voor stap. Geen overhaasting. Bouw geleidelijk aan uw succes.
is een begin van iets groot. Loop ook niet weg van je eigen waarheid, maar er is iemand die helemaal sneaky gaat zijn. Die plezier wilt. Socializen. Voor anderen onder jullie heb ik wel het gevoel, boogschutters, dat je op date gaat gaan, dat je iemand gaat leren kennen en dat je daar de vruchten gaat van plukken, maar je gaat toch wel een beetje die trust issues hebben. Omdat je dit hier hebt meegemaakt of er nog in zit. Het is iemand die je in toe houdt, hè? Verstoring, ja. Kijk, het kan zijn dat deze persoon een torenmoment gaat krijgen. Misschien heb je te maken met een weegschaal of deze persoon gaat karmische gerechtigheid willen. Gaat deze de weegschaal in balans willen brengen, want dit is ook iemand die antwoorden nodig heeft, die duidelijkheid wilt ontvangen. Denk eerder dat jij duidelijkheid wilt ontvangen. Problemen gaan opgelost worden. Er komt hier een afsluiting van het verleden en er gaat een cyclus volbracht worden. Misschien met een waterman, weegschaal of met een steenbok-energie. Sommigen onder jullie, uw persoon, wacht op een bericht. Als die persoon van nu is gaan lopen, niet sturen, niet doen. Die persoon is groot en wijs genoeg om terug te komen naar u, zodat die persoon contact gaat opnemen met u. Iemand die wegvlucht, niet achterlopen. Je hebt wel een vrije wil. Je mocht wel doen wat je wilt. Het is maar een soort van richtingaanwijzer die ik geef. Maar dit is iemand die wakker gaat worden. Dit is iemand die een verstoring gaat krijgen. Een verschuiving, een torenmoment, shockmoment. Instorting van het oude. Die persoon gaat een aha-moment krijgen. Schorpioen-energie. Oké, boogschutter, laat alles, laat controle los en laat alles op zijn natuurlijke beloop gaan. Sommigen onder jullie hebben te maken met een ram-energie. Iemand die nogal heel hoog, heel wijs, heel veel wijsheid heeft. Een vaderfiguur en er is daar een time-out tussen jullie, er is een break tussen jullie. Maar er wordt echt wel gevraagd om over alles na te denken. Dit is iemand die echt controle vasthoudt. En dit moet eigenlijk op een natuurlijke manier zijn beloop laten gaan. Dus probeer controle los te laten of probeer dat deze persoon geen controle en macht heeft over u. Omdat er zoveel passie is. Kan zijn als je te maken hebt met een weegschaal of een ram-energie, dat deze persoon wel op een passionele manier actie gaat ondernemen. Het is iemand die de emoties toch heel moeilijk kan uiten. Die wel heel, ja, deze wil het dan toch nog uitvallen. Dit is iemand die een zeer mannelijke figuur. Keys honoring. Many options, decisions, unconventional, string along, one night stand. Dus let op van deze persoon. Dit is iemand die heel graag controle vasthoudt. Dus dit is iemand die veel opties heeft. Jij gaat een keuze moeten maken. Deze persoon gaat mindgames spelen in verband met de passie met de Friends with Benefits. En het zou aan een keer kunnen. Eén keer een one-night stand en dan weer weg. En dan zou deze persoon misschien wel een torenmoment kunnen krijgen. Omdat jij gaat gaan lopen. Omdat jij misschien toch voor dat nieuw begin zou gaan. We hebben hier allemaal van sterrenbeelden. Ram, boogschutter. Schorpioen, tweeling, weegschaal. Waterman heb ik gehad. Ik weet het niet meer. Steenbok heb ik gehad. Moet anders maar een keer terugspoelen voor de sterrenbeelden. Zo, boogschutter. Ik hoop dat je antwoorden hebt mogen vinden in deze reading. Dat je duidelijkheid hebt mogen ontvangen in deze reading. Ik ben jullie super hartelijk dankbaar voor het liken, delen en subscriben van mijn kanaal. Ik krijg altijd zo meldingen van YouTube dat mijn video's heel veel worden gedeeld. En ik vraag me soms eigenlijk af, waar delen jullie eigenlijk mijn video's? Mochten jullie het delen, laat het mij weten onderaan in de
beschrijving. Dankjewel en ik zie jullie de volgende keer terug. Bye bye.